Je yeah, 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 mensen, welkom bij Black Crypto. Super doop dat jullie weer kijken, vriendjes en vriendinnetjes. Um, nou, ik ga jullie even snel wat wijzen. Ik heb dat in een eerder filmpje aan jullie laten zien hoe je een coin kan kopen op PancakeSweb, die je dus niet ziet in de lijst. Nou, als je op PancakeSweb bent en je wil een coin kopen, maak je dus gebruik van deze lijst. En eerlijk gezegd, in deze lijst staan zelden de coins die jij wil hebben. Ja. Dat betekent dus dat jij de seed van die coin moet kopiëren en hierin moet plakken. Hoe doe je dat? Dat doe je als volgt. Nou, je gaat dus naar CoinMarketCap. Jullie hebben al gezien hoe je daar kan komen. Zo niet, tik je, tik je gewoon in CoinGecko.com of CoinMarketCap als je liever CoinMarketCap gebruikt. Dan tik jij hierin de coin die jij wil hebben, save moon bijvoorbeeld, die is in, zie je save moon staan, die klik je aan. Nou, dan heb je save moon. Wat je dan vervolgens doet, druk je eventjes op dit dingetje, zodat je in ieder geval het icoontje in jouw metamask krijgt. Nou, als je dan hier op drukt, voeg token toe, komt de token in jouw metamask. Ik heb hem al, dus ik hoef dat niet nogmaals te doen dan Heb je dat gedaan? Het volgende wat je doet om de coin te gaan kopen is op dit dingetje drukken, klik to kopie. Nu heb je hem gekopieerd. Ga je weer naar PancakeSwap en dan jij wil hem dus kopen voor BNB of weet ik veel welke coin je wil wisselen. Dan pak je hem hier en dan plak je hem hierboven het adres en dan zie je hem automatisch hier komen. Ja, ja. Nou. continue, en dat is de manier. Ja, Om een coin dus op PancakeSwap te kopen. Ga gewoon de coin eerst opzoeken op CoinMarketCap of op CoinGecko. Komt die niet voor in CoinGecko? Komt die voor in CoinMarketCap. Soms kan je de coin helemaal niet vinden, maar dan kan je gewoon naar de site van die coin. Of uh, ja, dan is dan gewoon een ander systeem dat ik jullie even ga wijzen wat je ook kan doen. Bijvoorbeeld, je gaat naar CoinMarketCap in dit geval. Coinmarketcap.com. En dan heb je hier dus een aantal ecosystemen. Hier zie je dus BSC, de Binance Smart Chain. Nou, hier zie je ook dus welke coins er zijn op de Binance smart chain. Ook hier staan niet alle coins tussen. Maar het maakt het wel makkelijker. Dus als je een coin zou willen hebben, tik je hem dan hier in. Hey, ik wil save Mars bijvoorbeeld. Nou, dan heb je Mars, Druk je die even aan en dan kopieer je hier het adres. Hetzelfde precies als bij CoinMarketCap. Ja, dat zou in ieder geval nu wel duidelijk voor jullie moeten zijn. Dus coins die je niet kan vinden, zoek je altijd op CoinMarketCap of Coingecko. Die kopieer je en die plak je dan waar jij die coin wil hebben. En wat je ook moet doen. Is altijd de coin. Zorgen dat, de, dat je de coin hebt toegevoegd. In je metamask. In je wallet. Ja? Dus je kan gewoon bijvoorbeeld hier. Voeg token toe. En dan kan je met diezelfde sheet. Ik doe het even voor. Laat, laat me zeggen. Ik heb deze gekopieerd. En ik wil hem toevoegen nu. Wat je dan doet. Is dan. Voeg token toe. En dan niet zoeken. Nee custom token. Dan zet je hem neer. Zie je? Hij staat al bij mij is al toegevoegd. Maar normaal gesproken zet je hem dan daar neer. Druk je hier op volgende. En dan is die token in je wallet. Zo simpel als dat, man. Zo is die Libi man. Super simpel. Zorg in ieder geval dat je dat doet. En uh, dat is super handig. Punt 2. Wat moet je nog meer weten? Nou, heel vaak wordt de vraag gesteld van hey Waarom zie ik niet de bedragen van de coins die ik heb gekocht in mijn Metamask? Nee, dat zie je niet. Je ziet helaas niet bij elke coin die je hebt het bedrag van hé, hey, ik heb nu zoveel uh, van deze coin en dit is bij elkaar 80 euro. Nee, dat zie je niet staan. Helaas omdat, omdat de Binance Smart Chain is nog eigenlijk in ontwikkeling. In de toekomst zal dat wel komen. Maar wat je kan doen is je ziet dus kopiëren. Dat is dus dit. Ja, gewoon je account ziet, die kan je kopiëren. En dan ga je dus naar een coin zoeken. Die coin heet, om het makkelijk te maken voor jullie, ga je gewoon naar CoinGecko. Tik je hier in Poe. Poe. Die, die coin heet dus de PoeCoin coin van Poep, maar PoeCoin. coin Ja, zie je die naam zo? Poe. Hier, druk je op PoeCoin. coin Ja. Ga je naar de website Poe-coin-app. En niet vergeten, je hebt je site gekopieerd. Die zet je dan hier neer. Nee, die, je drukt even op wallet. Ja, op wallet. Ja. En dan, nou, bij mij is die al verbonden. Nee, dus wat, het handigste wat je kan doen, ja, is als je hier bent, om hier gelijk op Connect te drukken. Hier staat dus Connect. Je drukt op Connect. Ja. En dan is het jouw Metamask of je Binance Chain wallet, wat je ook gebruikt. En dan zie je hier al gelijk de balans van je wallet die je hebt. En je ziet ook gelijk al de coins. Dus uh, wat je coins waard zijn. En deze kan dat bijna bij elke coin zien. Dit is gewoon in mijn optiek een van de betere sites. Die ja? kan dat allemaal zien. Dus jij weet, jij hebt bijvoorbeeld een coin gekocht, octans. Dan kun je gewoon hier zien van, oh, ik heb zoveel stuks. En het is nu dit en dat waard. Ja? Zo simpel is het. Oké. Okay. Dus dat zou duidelijk moeten zijn. En wat kun je hier nog meer doen? Als je op een van die coins drukt, bijvoorbeeld ik druk op Save Moon, Hier kan je ook gewoon de chart van de coin zien. 9 van de 10 keer kan je nergens de chart zien. Maar hier kan je gewoon mooi de chart zien van de coins die je hebt gekocht. Nou. Ja, je zit hem waarschijnlijk even. Ja, nou. Dat kan je hier zien. Super, super simpele site. Hele goede site. Weet je, hier zie je gewoon de chart van elke coin. Je kan ze allemaal aanklikken. En laat die netjes gewoon de chart. Heb je een nieuwe coin gekocht en je ziet hem hier niet tussen? Druk je eventjes op: Load nieuwe tokens en dan komen alle nieuwe coins. Na een tijdje die je net hebt gekocht, die schrijven we gewoon hier aan. Ik hoop dat dit duidelijk is voor jullie, man. Is het niet duidelijk voor je, dan uh, ligt het echt aan jou, man. Zeg je gewoon eerlijk, joh. Dan ligt het aan jou. In ieder geval, dobbeltje dat je weer hebt gekeken. Yeah, let's get it.